daar zijn we weer. En deze keer al op het tweede deel van onze reis. Ja. En wij staan ineens aan de andere kant van de wereld. Ja, eigenlijk moeten we op de kop filmen nu, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, we hebben maar liefst 48 uur, bijna 48 uur, hebben we gereisd vanaf Nederland helemaal naar Nieuw-Zeeland. Twee tussenstops in China en in Sydney. Het was lang, maar we zijn er. Heftig. En we hebben een heftige jetlag. Ja. 10 uur tijdsverschil. Mm-hmm. Ik heb vannacht niet geslapen. Nee, het is nog heel erg moeilijk. Dus we zijn allebei best wel brak. Ja. Maar voor de adrenaline wat omhoog te stoten, gaan we wel meteen iets vets doen vandaag, hè? Ja. Ja, want we zijn in Queenstown. Ja. En Queenstown is, staat een beetje erom bekend dat het de adrenalinestad is van Nieuw-Zeeland. Ja. Dus dan moeten we ook wat vet gaan doen. Ja. Ja, dit wordt wel spannend als ik al zo omhoog kijk. Ho, ho, ho. Dus wat gaan we doen? Nou, we gaan weer met de kabelbaan omhoog. Als ik het al zo een beetje kan zien, is hij wel echt super steil. Maar we gaan wel op een vette manier naar onder. We gaan met een luge, heet het geloof ik. Ja, dat is een soort karretje met zijn hendeltje in het midden. In ieder geval, we gaan naar onder karten. Oké, ja, ik ben benieuwd. Ja. Kom, we gaan. Ja, even kijken. Zo, we hebben de tickets. Ja. Wat kosten ze, Mario? Ze kosten 81 Nieuw-Zeelandse dollar. Oké, dan hebben we dus drie ritjes in de luge en de kabelcar omhoog. Ja. Okay. En volgens mij is hij echt stijl. Ja. Ja, we hebben al in de stijlste ter wereld gezeten. Ja, dat klopt. Maar deze is ook echt stijl. Ja. Die video van de stijlste kabelbaan die vind je in de playlist van Maleisië. Zo. Oh, helemaal voor ons alleen. Ja. Luxe. Het is best groot, hè? Ja, dat is heel erg groot, ja. Oh. Zo. Die is dicht. Klinkt goed. Daar gaan we. Oh ja, dat is goed stijl. Oh, kijk eens, jongens. Dan kunnen we het uitzicht al zien. Daarachter ligt een heel groot meer. En waar je nu eigenlijk overheen kijkt, dat is Queenstown. Oh, kijk. Oh ja, nu is het zo wel echt groot. Wow. Hé, daarboven, daar is iemand een paragliden. Zie je? Mijn oren gaan dicht. Nou, dat is best wel stijl. Ja. Wow. Maar kijk, daar is hier een stunt, die paraglider. Zie je? Ja, ik weet niet of je dat op de camera ziet. Dat hebben we ook gedaan in Nepal. Wow. En dan zie je pas hoe snel naar onder dat je gaat. Daar heb ik echt liggen schreeuwen als een valk. Dat hebben we allemaal gezien. Ja. En schijnbaar kun je dit dus ook naar boven lopen in plaats van de kabelbaan te pakken. Ach, hadden we dat maar van tevoren geweten. Hadden we dat gedaan? Ja, net te laat. We zijn er bijna. Oh, hier gaan ze. Oh, dan gaan we dit doen. Ja, dit we zijn allemaal doen. Kinderen aan het doen. Is dit voor kinderen? Nee, joh, dat is voor iedereen. Okay. Dat is leuk. Hoppa. Nou, dat ging best snel, hè? Ja. Oké. Okay. Wow. Echt niet normaal, hè? Mooi, hè? Echt wel. Wat bizar, hè? Het meer is gewoon 80 kilometer lang. Niet normaal, hè? Ja, het staat hier 47 kilometer die kant op en 46 kilometer die kant op. En die heet de Lake Wakatipu. En die berg wat je daar ziet, die is bijna 2000 meter. Zo? Ja. Ik kan bij een vrouw de badkamer in kijken. Ach, toch goed. Net zoals, waar was dat ook alweer? In Vietnam? Ja, kon ik ook wel de badkamer in kijken. Dat zou je willen. Nee, ik zie eigenlijk helemaal niks. Dan moeten we een muntje ingooien. Oh, wat moet je dat betalen? Ik zie helemaal niks. Wie gaat er winnen? Ik. Dat ik. Ja, zeker. Ja, we hebben niet echt de beste apparatuur bij ons, omdat het eigenlijk een beetje onverwacht was dat we hier naartoe kwamen. Dus ja, anders had ik wat betere setjes kunnen meenemen. Dan hadden we wat beter kunnen filmen dadelijk als we naar onder gaan. Dus ik moet nu dadelijk gewoon de selfie stick gaan vasthouden.
We gaan zien of de beelden leuk worden. Wat is dit? Een extra kabelbaan. Oh ja, dan ga je met je karretje omhoog. Oh, dat is ziek. We hebben 3 ritjes. Dan kun je 3 verschillende routes naar onder gaan. En als je onder bent, word je weer omhoog getakeld. Oh. Ik denk dat dit hier het beginpunt is. We krijgen nu ons karretje. Ik denk dat we helemaal omhoog gaan. En dat daar eigenlijk het beginpunt is van het karten. Want je ziet hier ook aan bij de kabelbaan dat de fietsjes daar onderin hangen. Ja. Het is altijd zo confronterend, hè? Wat denk je? Welk groot hoofd dat je hebt. Ja, ik zal wel weer oranje hebben natuurlijk. Ik heb een dikke kop. Oh my gosh. Ja, is het niet te groot? Of misschien een groene. Oh, oké. Okay. Ja, deze gaat ook nog. Deze is beter. Ja, groen. Large. Ja, ik denk dat ik ook groen moet. Ik heb ook een dikke kop. Veel hersens natuurlijk, hè. Veel plaats nodig. Kijk. Top. Tijd voor actie. Laat me eens zien wat je kan. Zo. Alright. Yep, zitten. Hebben we een karretje onder ons, ja. Oh ja. Eentje, ja. Ja. Moet je bij mij op de schoot? Ja, stel ik voor. Wow. Bent niet, hè, zo'n uitzicht. Nee, nee, inderdaad. Nu, vooral nu we weer een tijdje thuis zijn geweest, komen die kriebels weer lekker terug, hè. Maar goed, we zijn 3 weken in Nieuw-Zeeland. Ik denk dat we nog genoeg mooie dingen gaan zien. Oh, sowieso. Ja. En we hebben een autootje. We hebben een auto, ja. Ja, ik heb al links moeten rijden met het stuur aan de rechterkant. Was wel even een begin schakelen, hoor. Oh ja. Nee, niet schakelen, nee, want dat is automaat. Maar, ja. We gaan dus met de auto. We zijn nu in Queenstown. Dat ligt helemaal in het zuiden van Nieuw-Zeeland. En we gaan met de auto helemaal naar het noorden. Ja. Naar Auckland. Mm-hmm. Daar moeten we maar inleveren. Ja, dat zijn nogal wat kilometers zo. Ja. En we hebben heel echt wel vette dingen op de planning staan hier. Ja, maar daar gaan we nog niks over zeggen. Nee. Alright, some instructions. You want to take a seat before we pass? Yeah, sure. So, okay, so. Hands onto the handlebars for me, please. And then pull it all the way into your chest. All the way. That's our brakes, okay? Okay. And then just a little bit, release it forwards. And we'll stop there. Perfect. Halfway down. And stop it like that, okay? Perfect. Okay. All right. So, now do some turns, okay? So can you bring it over here for me, please? Brilliant. We'll stop there. And back over this way, please, guys. And we'll stop there. There you go, guys. Here's your licenses. Yeah. I'll just give you one there, pal. Cheers. Good to go. Have fun. Hey, helemaal vrot dan. Dat was de snelste rijlaat ooit. Ja. Ik voel me eigenlijk te biel. Het gaat helemaal niet snel. Nee. Daar gaat ze al. De GoPro is... En wat gebeurde er? Ging je daar bijna om? Nee, ik liet mijn GoPro bijna vallen. Oh. Ja.
Nee, ik glipte in mijn handen. Dat zou ik ook zeggen. Ja. En dat ging toch best wel hard, hè? Ja, best wel. Dat is wel leuk, want je had dus een paar keer zo'n bergje die echt best wel steil ging. Ja. Ik kreeg je kribbeltjes in je buik. Ja. Ik moet wel zeggen, het was best wel moeilijk om te sturen met een selfie stick in mijn handen. Dus ik had eigenlijk die GoPro op mijn hoofd moeten hebben. Ja, zie je wel iets. Echt? Oh, wacht, dat kan. Ja? Nee, ik heb hem helaas niet bij me. Ik heb alleen dit bij me. Maar ja, daar kunnen we niks mee. Ah, jammer hè. Ja. Ik sleep dat ding altijd mee. Dan kan ik het een keer gebruiken. En dan heb ik het niet bij me. Dat zal je altijd zien. Slecht voorbereid. Ja, dit kwam ook wel een beetje onverwacht. Ja, dat is ook zo. Op die baan heb je in één keer twee afslagen. En ik denk, wat moet ik nou? Dus ik ging maar gewoon links. En ik dacht, ik ga dadelijk tegen de richting in of zo. Maar er zijn dus twee verschillende banen. Dus we gaan nu de andere baan pakken. Ja, dus nu moeten we naar links. Nee, net gingen we naar links. Nu moeten we naar rechts. Ah, nu moeten we naar rechts, oké. Dat was een scherpere bocht. Oh, dat is iemand zo'n petje geloven. Oh ja. Wat zo'n. De kabelbaan staat stil. Oh, en we waren er bijna. Oh, daar gaat een alarm af. Oh. Ja, dat wordt onze slaapplek voor vandaag. Ah, oh, daar gaan we weer. Oh. Zeg, dan hadden we wel een mooie slaapplek gehad. Het is wel koud. Wel koud, ja. Wil jij filmen deze keer? Ja. Ja? Dat wordt wat. Ik ga gewoon achter je rijden dan. Oké. Okay. Gaan we weer. Hoppa. En nu weer naar onder. Ja. Gaan we naar afgronden. Hey, wat hebben we weer gescoord? Ja. Een nieuw shotglaasje. En een vet, hè. Met Maori erop. Ja. Dat is vet, hè. Ja, die past wel echt goed erbij. Alleen nu nog een magneetje. Nu nog een magneetje. Maar we hebben nog 3 weken. Ja. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Oh shit, ja. Zo. We staan weer op de grond. Maar buiten wat wij hebben gedaan, is hier nog van alles te doen. Hier heb je een indoor skydive. Daar heb je een ijsbar. Minigolf. En er is echt nog van alles te doen. Ik zie ook overal mountainbikers de hele tijd. En paragliden. Ja, en hier, dat is een klein vliegtuigje, toch? Nee, dat is een grote. Dat is maar een inderdaad ook veel kleine vliegtuigjes hier, ja. Ja, dus genoeg te doen. Ja, hartstikke leuk. Maar joh, ik heb iets gezien. Wat heb jij gezien? Een lekkere donut. Ah, tuurlijk, een donut. Dat is wel leuk, want hier heb je dus allemaal eetkrantjes. Ik
cash or card? $6. How's your day? Good. Yeah, on holidays? Yeah, holiday. Yeah. Enjoying yourself? Yeah, we just went up there. Oh, we cool. The Luch Hawaii coffee. Yeah, thank you. Ja, het is eigenlijk super warm. Hij komt net uit het. Ja. Oh, echt wij aan mij wel mooi. Maar even, die mensen hier, die zijn toch echt vriendelijk, hè? Ja. Die beginnen altijd meteen met je te praten en het is nooit alleen maar hoi, het is altijd hoi, alles goed. En die beginnen altijd gewoon meteen een gesprek met je, hè? Ze willen alles van je weten, ja. Ja, maar ja, wel grappig, want bij ons is dat helemaal niet. Wij willen allemaal niks van elkaar weten. Nee, wij zijn er niet gewend. Nee, dus wij hadden in het begin ook even zoiets van... Huh? Ja, wat wil je nou? Maar goed, wel leuk. Is wel leuk, ja. Beter dan chagrijnige mensen. Wel? Ja, ook als je aan het staat. Kom gewoon bij je staan en gewoon met je vertellen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, wel leuk. Ja. Ja, ik heb geen geduld. Ik heb toch al een hapje genomen. Hij is wel echt lekker, hoor. Ruikt ook echt lekker. Mm. Appelkaneel, hè? Ja. Oh. Goeie. Ja, en net waren we daar boven. Ja. En nu zitten we hieronder, bij het meer. Ja, dit is het centrum van Queenstown, toch? Ja. Ja. Ah, heel leuk ook weer, hè? Super gezellig. Allemaal die food trucks, of ja, niet echt trucks, maar... Ja, hier staat gewoon een tosti-kar. Ja. Wat een uitvinding, hè? Dat ja. Moeten ze bij ons ook maken. Ja, sowieso. Zo, gaan we er weer vandoor. Een week. Alright. Thank you guys. Dit is echt een vette boom. Dat is de Sequoia boom. Volgens mij uit oorsprong komen die uit Californië. Ik denk dat dat de hoogste bomen ter wereld kunnen worden. De hoogste is iets over de 100 meter. Ja, die hebben echt veel takken, hè? Ja. Ah, echt vet. En de boom, chic, hè? Junior. Ja, maar joh, dat is ook Nieuw-Zeeland, hè? Bergop. Dus je nu met bent twee smakken. Vingers in de neus. Ach, ach, ach. Stop door. Hey, King staat als tijd. Ja. Oh, even een ticket. Nee, serieus? Echt? Hoe zit dat? Nee, toch. Hebben we... Oh, oh. Dit is onze auto. Hebben we gewoon een boete of wat? Snap het niet. Ja, $30. Nou ja. Een fireman fee. Wat? Nou, welkom in Nieuw-Zeeland. Meteen een prent. Ja, we mochten hier schijnbaar niet langer dan 2 uur staan. Ja, ja, maar ik weet niet waar dat aangegeven staat, hoor. Nee, dat ik weet ik ook niet. Ik zie ook nergens een bordje. Maar het is wel goedkoop. Het is een boete van omgerekend €15. Zoiets denk ik. Ja, $30. Bij ons had je meteen €100 aan je broek hangen of zo. Ja, dat is waar. Ja, dat scheelt. Ja. Maar oké, de auto. Dit is hem. Een Suzuki. Zo hé. Lekker Rolls Royce. Maar dit is hem, ja. De Suzuki. Ja, prima ding. Maar het is wel, de stuur zit aan de rechterkant. Zo, dat is hem. Dikke bak. Dit was alweer onze eerste video van Nieuw-Zeeland. Ja. In Queenstown. Morgen vertrekken wij naar een ander plaatsje, maar dat zien jullie morgen pas. Ja. Dan gaan we toeren met de auto. Ja. Aan de linkerkant. Ja, we gaan sowieso heel veel toeren nou met de auto. Dus ja. We hebben hem voor de volle 3 weken. Dus we gaan heel wat kilometers maken. We zouden het leuk vinden als jullie hieronder in de reacties nog even een leuk berichtje achterlaten. En dan zien we jullie weer bij de volgende video, hè. Ja. Niet vergeten te liken, abonneren en tot de volgende keer. Doei doei! Doei! Wat voor dat? Die camera was uit. Ja. Knip. Knip. Begin van meteen met het cheaten, miljoen. Allee, we sparen die ruimte. Wat zeg je? Ik ga wel We zouden het leuk vinden als jullie hieronder in de... Oké, doei.